De zomer is voorbij, dus het wordt tijd om naar buiten te gaan. We gaan vandaag een hot tub maken. Yeah! Je weet het misschien nog niet, maar wij hebben ook een website. Daar staan blogs op. En de meest bekeken blogpost van ons, van de hele wereld, gaat over hoe je een hot tub bouwt. Nou, die vent op die foto, die ziet er heel gelukkig uit. En we dachten van, dat willen wij ook. Dus we gaan lekker goedkoop die hot tub maken en kijken of er ook wat van die leuke dames op afkomen. Misschien wel, ja. Wat doe jij nou? Ik deed die dames zo lokken. Kom maar op. Doe je dat zo? Maar wat je ook op die blogpost kan lezen, is dat het eigenlijk heel makkelijk is om zo'n hot tub te maken thuis. Je hebt twee dingen nodig. Een spiraal, zo'n koperen spiraal, weet je wel, om dus het water te vormen met een vuurtje. En een bak. En dan gaat het water vanzelf stromen tussen die spiraal en de bak door, door de warmteverschillen. En hoe groot moet die bak dan zijn? Ja, het ligt natuurlijk aan hoeveel vrouwen je wil hebben. Oh ja. Maar wij gaan vandaag die hot tub nog beter maken. Want ik wil niet alleen dat we warm water hebben, maar ik wil dat het een beetje bubbelt. Een beetje een jacuzzi. Hè? Een beetje de rich lifestyle. En jij hebt een idee hoe we dat gaan maken. Ja. Leg even uit, hoe doen we dat? Nou, we gaan één ding veranderen aan het moeilijk concept, de twee dingen. We gaan er een pomp tussen zetten. Dus in plaats van dat het vanzelf gaat stromen, doen we even een pomp erbij. Ja. Dan hebben we echt een flinke straal. En dan heb je wel een straal, maar dan moet je ook bubbels hebben eigenlijk. Ja. Hoe zorgen we voor die bubbels? Nou, daar hebben we dus een... Dat hebben we zelf bedacht natuurlijk. Oh, dat hebben we, dat is heel makkelijk. Dat heet een Venturi. En dat zit hier, dat is dit dingetje. Wat hij eigenlijk doet, is het gaat van groot naar klein naar groot. Dus je moet eigenlijk een restrictie in het midden. En wat gebeurt er dan? Heel gek. Maar dat is het, dat heet het Venturi-effect. Als je hier een gaatje boort, gaat het hier aanzuigen. Okay. Dus dan doe je een slangetje erin en die doe je, dan boven het waterniveau. Ja. En dan gaat door de kracht van die straal gaat hier lucht aanzuigen. En dan hebben we een soort jet. En dan krijg, jet met bubbels. Dan krijg je dus een straal met water en bubbels. Dat is wel nice. En dat is lekker, wat je lekker ook in je rug. Ja, wat je in een jacuzzi ook hebt. En die hebben we dus zelf gemaakt. Lijkt je dit project nu al leuk en deze video ook? Dan moet je vooral even op de like-knop drukken en op de subscribe-button. En op het belletje. Dan gaan we nu aan de slag. Hoppa! Ja, dan moeten we gewoon een elektrische pomp halen eigenlijk. Ja. Maar deze was wel meer man cave. Deze was wel cool dit. Ja, dat was wel heel mannelijk. Ja. Dat we hier lekker in een soort spa zitten met uitlaatgassen. Maar hij heeft eigenlijk veel te veel power ook gewoon. Ja, hij is echt te veel. Maar wel, ja weet je, het was wel snel. Ja, wow. Dit is inderdaad even voor beeld. Maar Raoul, wat kan er beter nog? Dus, nou, hij gaat echt zo uit. Dus die elektrische pomp, want dan heb je dus geen last van dat er benzine op is.
Misschien nog even een lampje erin of zo, weet je wel, dat we inbouwen. Ja. Van die waterdichte lampen van, voor de zwembaden bijvoorbeeld. Ja, maar deze van de Action winkel werken ook al. Ja, okay, lampjes, ja. Je kunt die jetstreams ook gewoon rondom inbouwen. Ja, meer jetstreams, want eentje is te weinig. Ja. Hij is nu in je eentje hiervan te genieten. Ja. Eigenlijk moet het meer. Speakers. Speakers, de buitenkant kun je mooi bekleden met ja, iets van hout. Misschien even een beetje stijghout tegenaan schroeven. Isoleren dan ook. Isoleren. Dan warmt hij wat sneller op. Ja. En wat voor nog meer. Maar het is gewoon een top ding. Eigenlijk is het zo wel goed. Het is echt top. We raden het iedereen aan, denk ik. Wil je meer van dit soort video's zien? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer en like en reageer. En kijk ook even op mancave.nl voor een volledige blog. En dan zien we jullie de volgende keer. Ja, wij blijven hier nog even. Wij blijven hier nog wel even chillen, ja. Normaal gesproken is het klaar. Nu blijven we nog wel even chillen. We moeten even benzine erin doen. Benzine halen. Shit. Wie gaat eruit? Ja, ik niet. Ik zou ook niet. Oh. Dat had ook, hè? Oh ja.